Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddie van Hontergem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast over A-Gent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Cedric, Axel en Niels. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Axel, je bent nieuw hier. Vertel een keer, wie zijde jij en waarom ben je hier eigenlijk? Ik ben Axel Hoornaert. Net als Cedric en Thibaut studeer ik ook journalistiek. Ik zit in het derde jaar nu. En ik schreef al sinds zo'n 2 jaar de match- en live-verslagen van Cercle Brugge. Online ook dus? Ja, online op de website. En dus in dat kader kom ik vandaag een woordje vertellen over de match van aanstaande zondag Cercle tegen Primeur, hè? We hebben nog nooit eigenlijk een andere supporter. Ja, Ivo wel, maar Ivo is een beetje voor iedereen supporter. Is hij eigenlijk wel welkom dan? Of, Ja, maar dit is, ik dacht er al vaker aan om zo'n andere fans uit te nodigen, maar ik denk dat... Allee, Akkel is een verstandige mens. Die weet ook veel van voetbal. Dus. Maar het is ook wel goed dat we zo'n keer een ander perspectief kunnen hebben op Gent. Match. En dus zolang dat geen Club Brugge supporter is. Voilà. We hebben de betere ploeg uit Brugge gekozen. Het betere moment ook. De mooiere ploeg. De mooiere ploeg. Daar komen we het al over eens. Ja, kijk. Trouwens, dank u wel dat ik hier mag zetelen vandaag. Fijn dat jullie mij uitgenodigd hebben. Ja, dat is graag gedaan. Het is niet echt in de zetel. Jij bedankt dat je mocht. Het is toch een beetje zetel, hè. Ja, ja. Het zijn goede stoelen. Eigenlijk staat daar de zetel achter ons, maar ja. Ja, eigenlijk zou je moeilijk om op te nemen. De zetelpodcast moeten maken. Een beetje lekker met dan. Hè? Ja, of Stropcast, dat is ook of altijd een zetel. Ja, zo'n Chesterfield zetel. Heeft Cercle eigenlijk een podcast? Nee, nog niet. Iets van plan? Nog niet ook. Ja. Maar wie weet ooit, als er daar ruimte en tijd voor is. Ja, zeker. Dat zou interessant zijn. Oké, goed, Cedric, overal gaan we het hebben. Yes, overal gaan we het hebben. Met dat onze maat hier zitten van Cercle gaan we natuurlijk eerst beginnen met alles over de wedstrijd. En de zondag inderdaad tegen Cercle Brugge. Het is een wedstrijd om 4 uur. Het is eigenlijk wel echt een ideaal moment om een verplaatsing te doen. Kijk naar Niels, want Niels gaat ook een verplaatsing. Yes. Ik ga sowieso elke verplaatsing. Het is daarom dat ik het zeg. Dan gaan we de pronostiek doen over die wedstrijd. Ik ben echt benieuwd voor Axel, omdat... Ja, normaal gezien zijn we allemaal 3-0 Gent. Maar Axel gaat waarschijnlijk misschien iets realistischer denken aan de kant van Cercle zijnde. Dus ik ben echt benieuwd. Dan gaan we naar onze unpopular opinion. We hebben weer een dilemma gevonden. En deze keer Niels even een quiz voorbereid. Voor een drietal vraagjes. Waarvoor grote dank. Ja, 1 opnieuw voor de kijkers. Ik heb er maar 5 minuten in gestoken. Ja, toch. Er zijn 5 minuten dat ik er niet heb in gestoken. En dat is het eigenlijk echt niet veel. Maar ik denk wel dat we veel kunnen praten over Cercle. Want het is wel een boeiende ploeg. Het zal leuk worden. Oké, voor beschouwing. Ja, wat weten we van Cercle? Ja, Axel zei mij daarnet, vlak voor de opname, ik had er helemaal niet bij aandacht. Alleen, maar het klopt wel, Cercle is altijd een moeilijke ploeg voor ons. We hebben 2 keer gewonnen tegen hen, 2 keer verloren tegen hen en 1 keer gelijk gespeeld. Ja, in de laatste 5 confrontaties. Dus dat verklaart ook mijn gevoel. Het is ofwel goed ofwel slecht. Cercle speelt volgens mij ook echt een systeem dat het ideale systeem is om een ploeg van Hazebroek gewoon aan te pakken. Gewoon direct, hoge pressing en die houden dat ook. Ja, maar bijna een hele match vol. Ik ben wel echt benieuwd dit seizoen, omdat mijn Hein die al zo meer durft veranderen van systeem. We hebben er denk ik dit seizoen al 3 of 4 gezien. Dat ik denk van, als we misschien weer zo'n systeem kunnen hanteren, dat we Cercle daarop wel kunnen verrassen. Allee. Ja, ik vind het ook enigszins verrassend dat Van Hazebroek zo moeilijk een antwoord vindt op de pressing van Cercle, want hij is daar wel gekend om... heel goed met tactiek om te kunnen ook. Maar ook in de persconferenties dat ik na de wedstrijd heb gevolgd, heeft hij altijd met heel veel lof gestrooid naar Muzlic. Ik ben benieuwd of dat deze keer wel zal lukken of niet. Maar Muzlic verandert ook wel altijd iets kleins in zijn pressing. En dat maakt het ook wel moeilijk voor de tegenstander altijd. Ja. Bijvoorbeeld tegen Leuven speelden ze nu aanvallend met 4 van achter, met Ravic op de linksachter. Dus hij brengt altijd wel toch iets nieuws. Maar toch is de pressing altijd de rode draad, zeg maar. Zoals dat vorig seizoen ook het geval was. En ik heb ook altijd het gevoel in die matchen tussen Gent en Cercle dat er altijd veel goals vallen. Ja, inderdaad. Of toch veel kansen alle sinds. Ja. Ik heb dan ene thuismatch in mijn hoofd. Ik denk 3-4 was het. Ja. Met 3 goals van Dino Hotic. De man die... Ja, Lemaitje is altijd tegen ons scoort. 90 scoort of zo, toch? Lemaitje scoort dan toch echt laat. Ja. Dat we dachten van, oké, we spelen hier gelijk. Was dat niet Kuipers? Nee. Ik dacht ook dat op Cercle was. Want, nee, dat was thuis. Want ik weet dat ik hier op Cercle ook zo speelde, dat ook Lemaitje echt laat een gelijkmaker scoort. En ik denk dat de Daland was dan. Ja, inderdaad. Dat was de thuismatch vorig jaar. Toen speelde Cercle thuis. Wij stonden 2-0 achter. We komen dan terug naar 2-2.
Kuipers dan, scoort de 2-1 inderdaad. Ja, en dan Lemaitje met echt een mooie kopbal, 2-2. Mm-hmm. En ik denk dat Gent dan nog voor de overwinning wil gaan en dan Nardi dan een fout maakt door te snel te willen uitsmijten, waardoor dat direct in de voeten belandt van Daland inderdaad. En, ja, en die dreeft op en die schiet hem binnen van op 30 meter. Ja. Ja. En ik denk dat hij zelf na de match ook zei van... Ik heb op training nog niet zo'n doelpunt gemaakt. Dus. Maar dat is voetbal natuurlijk. Hè. Ja, maar Hotic, dat was ook zo'n speler waarvan ik het gevoel had, die scoort nooit of zo, maar als ze dan scoort, het tegen Gent. Ik weet niet of dat klopt. Dat is echt een supersub, hè? Die is nu weg zeker bij jullie. Die is weg inderdaad. Maar Hotic was wel een heel goede voetballer, vond ik. Maar ook iets te wisselvallen. Om echt bijvoorbeeld in de belangstelling te staan van Gent. Want voor hetzelfde geld was dat wel zo, want allee, zijn contract liep af bij Cirkel. Dus als Gent echt wou... Ja. Hadden ze hem wel kunnen aantrekken. Ja. En wat zijn dan wel nu zo de spelers waarvan dat we moeten oppassen? Denkie. Ja, ik ben echt een fan van die voetballer. Zegt. Denkie is wel echt in bloedvorm, om het zo te zeggen. 3 goals de vorige matchen. De eerste 2 goals waren niet de moeilijkste goals vanuit zijn carrière, maar is hij wel heel scherp. En dat was iets dat hem vroeger toch wel vaak verweten werd. Ik weet nog dat hij vorig jaar in de bekermatch op Gent, waar dat 2-0 wordt na verlengingen, mist hij 5 minuten voor het einde mist hij een kans op open doel eigenlijk. Was dat de keeper die hem pakte of was het gewoon naast? Ik denk dat hij zelfs gewoon naast was. Ik ben het niet zeker, maar hij miste wel een... ook wel naar die ook een aantal goede reddingen te doen. Ja, daar ook wel. Ja, daarom was ik aan het twijfelen. Ja. We verdienden dat eigenlijk niet te winnen toen. Nee. Na 90 minuten. Maar de man kreeg ook rood, waardoor dat cirkel dan een beetje in elkaar zakte ook. Ja, dat was even een sprake tijdens de zomertransfer dat de man naar Gent zou komen. Ja, die zit dat van Houten ook. Ja, Houten. Daar heb ik ook gelezen. Had ik in mijn hoofd. Dan uiteindelijk is hij naar Union gegaan. Jammer, want het is ook wel echt een goede voetballer. Ja. En de man zit bij Werder Bremen zeker. Ja, heeft wel een goal en een assist. Ja. Ik dacht ook ergens gelezen te hebben dat wij ook, maar dat ben ik niet zeker, interesse hadden in Ueda. Oh. Ja, ik denk dat veel ploegen daar interesse hadden, maar ik denk dat Cercle hem niet naar een Belgische ploeg zou laten gaan. Ja. Als die Belgische ploeg 10 miljoen euro op tafel kon leggen, wel denk ik, maar het draaide vooral om het geld. En ze hebben echt wel allee, het onderste uit de kan gehaald bij die transfer. Hoeveel was het, 15 miljoen? Dat was, ik denk, tussen de 10 en de 12, maar nog bonussen ook. Ja. En naar waar is die dan? PSV. Feyenoord. Ah. PSV? Nee, Feyenoord. Oké, mijn excuses. Ja. Alle Cercle-fans boos op mij. En Alan Binda is ook een heel getalenteerde speler. Doe mij een klein beetje denken aan Matondo, al staat hij nog ietsje sterker op zijn benen. En waar staat hij op het veld? Linksvoor. Ja. Maar hij doet mij ook vooral denken aan Matondo, omdat je ziet dat hij heel snel is, doelgericht. Mm-hmm. Maar hij is nog niet consistent genoeg om echt te starten aan een match. Het is beter als hij inkomt, een kwartiertje voor tijd. En dan kan hij echt wel de tegenstander nog heel veel pijn doen. Dus we hebben bijvoorbeeld op Standaard gewonnen. Ook mede door hem. Ja. Maar als hij start, heeft hij het toch nog ietsje moeilijker. En Gbogo is er ook volledig doorgekomen. Kunnen we dat Gbogo goed kennen? Nee, goed kennen niet. Wel gehoord van hem. Dat is wel iemand om echt in de hand te houden. Want Cirkel speelt heel vaak met de lange bal ook. Om dan direct te kunnen druk gaan zetten op de verdediging. Wat gebeurt ook heel vaak, dat Gbogo en Denki en ook Mina zich aanbieden. En dan komt er een korte combinatie tussen hun drie, waardoor dat Cirkel eigenlijk ook heel snel, voetballend, tot een kans kan komen. Tegen Leuven was dat ook een paar keer het geval. En Gbogo is ook een aanvaller dan? Ja. Ja. Dat is eigenlijk de drie van heel vinnig. Ja. Is misschien wel de meest dribbelvaardige, vinnige speler op dit moment van Cirkel Brugge. Ja. En wat denk je dat ze gaan kunnen brengen tegen de drie tanks eigenlijk bij Gent vanachter? Kandus, Watanabe en Jordan? Ja, ik ben daar heel benieuwd naar, omdat Cirkel speelt nu ook op een andere manier. Dus ik ben eigenlijk zelf heel benieuwd naar hoe dat Cirkel die match gaat aanvatten. Want ze hebben ook heel veel opties. Voor hetzelfde geld spelen ze toch terug met 3-5-2. Maar het kan even goed zijn als ze terug met 4 van achter spelen. Soms speelt Somers op de flank. Soms speelt hij heel dicht bij Denki. Soms op middenveld. Dus het zal op dat vlak misschien wel zo'n tactisch steekspel worden ook tussen hij en dat denk ik wel. Moeslijks. En daar is het ook altijd al geweest. Maar dat maakt het ook interessant, vind ik. Het is toch nog steeds een moezeliedje? Ja, zeker. Okay. Zeker. Het verschil denk ik met vorig jaar. Vorig jaar hadden wij Okumu en Ngadeu als twee goede centraal verdedigers, maar die uitvoetballend
soms echt het licht ging uit. Mm-hmm. De match op Cercle bijvoorbeeld, ik weet niet wat dat Nkadoe daar allemaal uitstak. Ja, maar met die pressing kon ze niet echt overweg. He. Zij kon daar niet mee overweg. En nu heb je wel Kandus en Watanabe. Dat zijn twee verdedigers die heel rustig blijven aan de bal. Kandus ook als ook? Ze geprest worden. Ja. Ja, okay. Kandus, zeker nu zijn laatste paar wedstrijden toch, dat hij toch wel echt toont dat hij een klasse verdediger is. Maar ook bij Union zag ik vorig jaar, als ze op Gent kwamen spelen, was Kandus wel de man die dan infiltreerde met de bal aan de voet. Ja, ik was daarvan verrast eigenlijk bij Gent. Ik dacht zo meer dat dan echt een lomperik was. Ja, ook tegen Club Brugge. En als dingen, ik denk dat het dat was, als Nusa of zo, ik weet niet meer wie dat was, zo kwam pressen echt hard op hem. Dat echt gewoon rustig hem gewoon eruit draait. En gewoon in plaats van met de lange bal vers speelt, gewoon hem kort op de ruimte. En het grootste de bal bijhouden eigenlijk. Kwetsbaar punt van Kandus is niet snelheid. Het uitvoetballen of de snelheid in uitvoetballen, maar eerder als er een speler op hem komt met bal aan de voet en een actie wil maken, is Kandus niet zo wendbaar op verdedigend vlak dan maar aan de bal. Dan die een Gbogo of die een andere, dan maakt mij wel zorgen eigenlijk. Maar ja, ik denk dat wel... Dan heb ik toch zeker de laatste paar wedstrijden gezien dat Watanabe wel snel overpakt op snelle voetballers, op zo die fases. Ik denk dat Watanabe, het was ook gezegd in extra time, en ik denk dat ik ook wel echt akkoord ga, dat denk ik de beste transfer is in gewoon de Jupiler Pro League. Die gast is echt een geweldig goede verdediger. Ik heb daar te weinig kennis over of de andere ploegen om daar om te zeggen. Maar, ik ben akkoord. Ja, persoonlijk vind ik hem misschien... Je kijkt niet elke Belgische wedstrijd, vind ik toch wel echt een van de beste verdedigers van de Jupiler Pro League. Al ben ik ook wel echt fan van Alderweireld. Maar die gast zijn spelinzicht, we hebben hier echt al zoveel over gezegd, maar zijn spelinzicht, zijn manier van spelen, dat is echt gek. Heel beheerst ook, hè. Maar, ik denk dat Club Brugge hem ook wilde deze zomer. Ja. Maar Gent bereid was om verder te gaan. En 3 miljoen of zo betaalde voor Watanabe, of was het meer? Ik denk 5 bonussen zelf. Erbij wel. Ja, en dat wilde Club Brugge dan bijvoorbeeld niet doen, maar ja, nu zie je wel dat Club Brugge... Problemen heeft achteraan. Hè. Een probleem is misschien veel gezegd, maar het was ook kan toch een stuk beter voor een club als Club Brugge. Club Brugge wou ook graag Kandus, hè. En daar heeft Gent... Want Kandus wou dan naar Gent om prijzen te pakken. Dat is wel grappig, waar, kijk. Maar Watanabe heeft blijkbaar ook gekozen voor Gent, hè. Effectief, omdat hij denkt dat hij bij Gent beter kan ontwikkelen als speler. Ja. Waar dan misschien de redenering zal zijn als je bij Brugge speelt, dat je direct die druk hebt van direct te moeten presteren. Terwijl bij Gent heb je zo nog... Dan moet je ook presteren, maar dan krijg je nog iets of wat ruimte om je te ontwikkelen als speler. Een soort van inloopperiode of zo. Ik denk ook dat het een goed moment was voor hem om naar hier te komen, want we hebben Nkadoe en Okomo verloren dit seizoen. Dat zijn eigenlijk de... En ook Piatkowski, dat niet is gebleven. Was het eigenlijk zeker dat hij sowieso een basisspeler ging zijn. Dus ik denk dat ook wel. Dan zou de verdediging nog meer ideaal geweest zijn mocht de Piatkowski nog gehad hebben. Ja. Misschien in januari. Ja. Stel je voor. Het gaat weer licht hopen. Het gaat alweer beginnen, de saga. Ja, ik blijf hem altijd. Ik ben nog altijd fan van hem. Gewoon van voetballer, van uiterlijk. Ja. Sowieso. Van uiterlijk. Van manier van voetballen bedoel ik daarmee. Gewoon, het is echt, zo... De killer, hè, die durft dingen doen wat eigenlijk bijna geen enkel verdediger durft te doen. Ja. En Axel, bij Cercle, verdedigers waarvan we moeten oppassen? Of, Daland? Ja, Daland is vorige week naast de ploeg gevallen. Ik weet niet precies waarom. Maar dat is een tijdje geleden ook al een keer gebeurd. En dat was dan blijkbaar omdat hij niet goed genoeg trainde, volgens Muzlic. Maar Popovic vind ik wel sterk. Kan ook wel een keer heel soms raar uit de hoek komen. Ravic is heel jong, maar wel heel getalenteerd. En dan heb je nog Utkus, die nu ook terug is uit blessure. Ook met Litouwen Interland heeft gespeeld. En die lijkt ook wel terug zijn oude niveau te halen. En als dat effectief zo is, is dat ook echt wel een heel sterke verdediger die ook op hoekschoppen en zo ook echt wel gevaarlijk kan zijn. En weet je dat hoeveel internationals dat er nu weg zijn bij Cercle? Denk je is met Togo weg, alleszins, en Utkus. Ravic is deze keer niet opgeroepen geweest voor de jonge duivels, of de beloften van de rode duivels. En Sike wel, denk ik. Ik denk dat Sike er wel bij zit. Dus 3 internationals nu. Ja. Wie is de doelman bij Cercle? Warleson. Is dat een goeie? Dat... Ken ik niet zo. Ik vind van wel. Maar vorig jaar moest hij eigenlijk enkel depaneren als Majetski van Monaco geblesseerd was. En hij deed dat altijd supergoed, terwijl hij Majetski wel een keer
een steek wou laten vallen, om het zo te zeggen. Maar die, zou, die maar moest die spelen nooit, waarschijnlijk. Ja, die moest spelen. Die kreeg, allee, dus kreeg Warleson nooit een echte kans. Dat kreeg hij nu wel. En hij doet het zeker goed. Maar ik ben toch minder overtuigd dan vorig seizoen. Ja. Op een of andere manier. Hij is niet super met zijn voeten, om het zo te zeggen. Ja, niet even goed als Nardi. Ik denk het juist ook zeggen. En die ook, bij ook een speler wel, dat we delen met Cercle. Ja, die is wel iets onder druk natuurlijk, Nardi. Een goede keeper. Ja, dan kun je echt een onderschatte keeper in de Pro League. En vind je dat een van de beste keepers die Cercle heeft gehad? Toch tot wanneer jij kunt herinneren? Ja. Ja, eerlijk, echt wel. Ja. Okay. Ik was ook grote fan van Olivier Werner. Maar die stond altijd in een schietkraam. Allee, dat was in de tijd dat Cercle nog tegen die gradatie speelde. En echt, ja. Toen miste hij ons echt, echt helpen ook. Ik kan die doelman mij ook niet anders herinneren dat hij bij een degradant in de goal stond. Niet alleen Cercle, maar ook bijvoorbeeld... ik herinner mij nog Brussels FC ook nog. Bergen. Ja, klopt. Ja. Al die kleine tegenstanders dat ik mij om de deur afvroeg. Verdient hij niet een transfer naar een middenmotor of een ploeg die subtop is? En ook maar... altijd vloekend op zijn verdediging. Ja, ja. Met de vuist. En nog een speler dat van Gent toch wel groot belang was, of dat toch wel hier bij ons een goed plaatje heeft, Hannes van der Brugge. Ja. Ja. Ook een cirkelboy een beetje nu. Ja, die heeft wel terug een basisplaats veroverd. Ook wel omdat Abu Francis nu geblesseerd is. Ik weet niet of jullie Abu Francis... Van goed naam, kennen. Ja, van naam inderdaad. Hetzelfde van naam, ja. Ja, die is vorig jaar echt wel doorgebroken. Zowel aanvallend als verdedigend, heel goed vind ik. Heeft ook gescoord met een afstandsschot, dus die kan eigenlijk echt wel een beetje van alles. Heel polyvalent. En Van der Bruggen, ja, die brengt nu natuurlijk wat meer ervaring, wat dat wel nodig was, omdat Cercle dan ook na een 9-9, 0-9 haalde. Dus dan ontstaat er toch altijd sowieso een beetje paniek ook. Maar ik denk dat met Hannes Verbruggen... De ervaring dat we erbij gekregen hebben, dat wel heel helpvol is. Wie is de kapitein bij Cercle? Hannes van der Brugge, Hannes? Toch? Ja. Ja, als hij speelt, Hannes. Ja. Oké. Okay. Ja, en de laatste jaren is het toch wel leuk, denk ik, om Cercle supporter te zijn. Want ja, toch wel. Het is toch anders wel. Dan ervoor. Hè? Ja, helemaal anders. Ja. We vechten niet meer tegen degradatie. Ja. Alhoewel dat we ook niet mogen vergeten dat we vorig seizoen gestart zijn met, wat was het, 1 op 27 of zoiets, onder Talhammer. Ah, oké. Okay. En dan via een formidabele reeks van Muzlic zijn we zo nog bijna de top 6 binnengekomen, wat dan net niet gelukt is. Ik denk dat trouwens de... De top 4, sorry. De eerste match met Muzlic aan het hoofd van Cercle, dat die 3-4 op Gent was. Ik ben het eigenlijk vrijwel zeker zelfs. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan die nog geen... Allee, één puntje hadden gehaald en dan de eerste overwinning. Dat tegen de laatste verloren eigenlijk toen. Ja. Ja, dat klopt. Denk je dat Cercle nu in staat is om play-off 1 te halen? Er zijn er 6 plaatsen, het is. Het kan natuurlijk altijd, hè. Maar die wisselvalligheid, dat zal er toch wel uit. Allee, opnieuw een 0-9 halen, dat zou wel fataal zijn, denk ik. Ja. Ook omdat je hebt een ploeg als Standaard die nu ook aan het komen is. Je hebt nog Genk, die ook achter Cercle staat. En als je kijkt naar de ploegen voor Cercle, ja, dat zijn eigenlijk allemaal ploegen die groter zijn qua budget. En qua marktwaarde van spelers. Allee, Anderlecht, Union, Club, Gent. Dus ja, het kan altijd, maar ik ben er toch niet zo heel zeker van. Wat is uw pronostiek dan dat ze gaan eindigen na 30 speeldagen? Een Gentje doen, 7e. Net. Ja. Ik denk toch wel in de linkerkolom. Ja, ja, dat denk ik wel. Maar alles ligt ook heel dicht bij elkaar. Dus 8e of 7e dan, net geen play-off 1? Ja. Ja, oké. Okay. Wat ging dat is net Europees dan. Maar allee, de kans bestaat dat ze eigenlijk Europees spelen, want met dan dat ticket dat dus gespeeld is. Dat ja, kan, inderdaad. Het zou wel zot zijn, Cercle in Europa. Ja, zo zot. Ik weet niet meer wat ik ging vragen, zijn. Ik ben het helemaal vergeten. Ah, oh, heb ik niet meer. Nee, ik ging iets vragen, man. Heeft Cercle ooit Europees gespeeld? Kwalificaties in 2012 of zoiets. Ja. Maar dat is verloren tegen een ploeg uit Cyprus, denk ik. Famagusta, denk ik. Ja. Ja, we hebben ook al tegen moeten voetballen. We hebben tegen iedere Cypriotische ploeg gevoetbald. Is tegen verloren of niet, van Magusta? Nee. Ah nee, het was ding is, die ploeg uit Nicosia, maar niet Apoel. Omonia. Omonia Nicosia, daar is tegen. Ja, dat was vorig seizoen zeker. Ja. Ja. Maar die mannen zijn uiteindelijk ook kampioen geworden, dus met Bezus. Over Cyprus gesproken, ik had, dat doet mij denken, om dan moesten de wedstrijden van Israël worden gespeeld, dus dat meestal op het terrein van Cyprus. Ik had dus gehoord van iemand dat vorig jaar de
Oekraïnse ploegen, dat er wel nog één zat in Europa. En dat dat gewoon is stopgezet, dat die niet meer hebben gespeeld. Ja. Dan zijn dus eigenlijk forfait hebben... Shakhtar dan waarschijnlijk. Ja, gegeven of gekregen, ik weet niet. Ja. Hmm. Eigenlijk waarschijnlijk tegen hun eigen zin ook, maar dat dat dus niet is gespeeld. Dus dat dat misschien nu wel weer met Israël gaat gebeuren. Hmm. Ook werd er sprake gezegd dat ze in Engeland gingen spelen. Dat op neutraal terrein op Wembley werd gespeeld. De wedstrijden van de Israëlische ploegen. Dan mogen we ook in Wembley. tegen Tel Aviv. Ja, ik ben sowieso benieuwd wat er daarmee gaat gebeuren. Ja, inderdaad. Het zal wel heel leeg zijn dan, denk ik. Tel Aviv, Gent in Wembley. Ja. Goh ja, kijk. We zien wel. Ja, inderdaad. Laten we eerst de focus op zondag, want het is een belangrijke wedstrijd. Ja. Want ook gewoon zo dat we onze aansluiting liever verliezen. Mm-hmm. Als Anderlecht en Union weer winnen. Dan wil ik niet te veel achterop komen. Ik wil wel in die top 5, top 6 blijven. Ja, ik weet niet of er nog iemand iets wil zeggen over Cercle, anders hoe pronostiek is. Goh ja. Ik wil gewoon nog zeggen dat ik het nu iets positiever in zie dan voor de break, omdat Hong terug is. Ja. Dat toch wel gebleken is dat dat de schakel is van Gent, die de noodzakelijke schakel is. Maar de verbinding tussen middenveld en aanval. Fofana gaat wel niet meer in de pocket mogen spelen. Ja, waarschijnlijk. Ofwel dat als... Jawel, als hè, dat kan toch. Als bijvoorbeeld... Ja. Ja, maar dan moet je Tissoudali en Orban op de bank zetten, dat gaat ook niet. Hij dacht waarschijnlijk aan Hong en Fofana in de pocket. Ja, Hong op de 10 en dan gewoon Fofana. Kuipers zou ook terug zijn tegen Cercle. Kuipers. Ja. Kuipers komt ook terug tegen Cercle, dus eigenlijk zitten we bijna met volledige fitte kern. Ik denk Nourio en de Poitrenkel nog. Ja, oké. Okay. Nourio ook bijna, denk nog 2 weken. Ja, luxe problemen, jong. Ja. En is Nourio de vaste man op links? Nee. Nee. Torunariga. Ah ja, op links? Ja, links. Dus met 3 van achter, Torunariga, wat dan AB kan dus. Ah ja, zo, maar dan op de linkerflank. Dat is Brown. Ah ja, oké. Okay. Ja, die vind ik wel goed. Brown en soms Fofana. Maar ik vind die Brown wel heel goed. Is goed op zijn aanvallende kwaliteiten, maar zijn verdedigende kwaliteiten. In de eerste match dat ik hem zag spelen, dacht ik eigenlijk al van wauw. Ja. Waar komt die? Eerste match was tegen Bruin, of niet? Tegen club? Ja. Nee, dat was een van de eerste matchen. Dat was de tweede wedstrijd tegen Bruin. Dat was er voor de eerste. Ja, en toen waren we aan het twijfelen van, ja, had hij dat wel aan kunnen, dat niveau? En dan speelt hij daar. Maar dat zegt iemand ook, altijd is hij in de beelden na de wedstrijd, is echt iemand die leeft voor Gent. Wat hij voor zijn club waarschijnlijk ook gewoon. Die ook zei tegen Club Brugge, dat hij recht voor de supporters zou hebben. Terwijl dat hij 2 speeldagen bij ons zit. Snap je? Dat is, ik hou wel zo spelen. Maar dat we vorige week gezegd hebben, zet hem op de wingback, maar zet hem niet van achter, want dan is het... om zeep. Die kan echt niet verdedigen. Hij kan echt niet goed verdedigen. En Samuazen, wat vinden jullie daarvan? Te wisselvallig. Wisselvallig. Ik ben er ook nog nooit echt van overtuigd geweest. Hij heeft zo momenten dat hij echt goed is. Maar ook echt matchen waarin dat je denkt van... Samuazen, hij durft te weinig. Mm-hmm. En als heel de ploeg maar gemiddeld speelt... Had hij er ook nooit bovenuit steken of zo? Nee. Dat denk ik niet. Zelden. Het is eigenlijk echt niet echt een topspeler, maar het is wel meestal iemand die... Het is ook een slechte starter in een match. De eerste helft is altijd zwak van hem, of ja, toch niet zo goed. En de tweede helft komt hij er dan altijd wat door. Ja. Waarschijnlijk door zijn fysiek ook. Door zijn fysiek, ja. Ik heb ook het gevoel dat hij eigenlijk wel goede voorzetten kan geven, maar dat hij daar te weinig voor gaat. Dat hij vaak zo gewoon doet alsof hij... rechtdoor gaan lopen of een voorzet geven, maar dan toch nog terugkappen naar binnen. Altijd naar achter passen. Hè? En dan naar achter, naar de Saar of naar de verdediger. Ja, ik denk ook dat hij echt de concurrentiestrijd met Fadiga aan het verliezen is en gaan het verliezen. Ik bedoel, Fadiga vind ik echt een geweldige voetballer. Ook gewoon wat hij gebracht heeft voor zijn medische break eigenlijk. Ik ben momenteel nog niet overtuigd van Fadiga. Ja, ik denk wel dat hij dat op goede... Nee, hij is ook opgeroepen voor... Senegal. Ja, hij is ook international daar, hij zit daar nu ook. En ik denk wel dat als hij meer wedstrijden kan spelen, dat wel komt. Ik heb ook wat dingen opgezocht van voor zijn Natuurlijk kan niet vergeten, Samuazen is de chouchou van Heijn. Dus, En waarschijnlijk ook van het publiek. Ja, hangt er vanaf. Maar het is gewoon puur omdat het is een ras echte Gentenaar. Het is een jongen van de streek. Samuazen van de Gantoise. Samuazen van de Gantoise. Maar je ziet dat ook vaak zo in die polls van Man of the Match. Dat ik denk van Samuazen, die gewoon een gemiddelde of zelfs een slechte partij speelt. En dat hij dan toch nog hoog staat in die verkiezing. Dus wat dat gezegd klopt wel, denk ik. Mm-hmm. Een beetje een chouchou van supporters. Ja. Ik heb er nog een vraag over Tissoudali. Ja. Wanneer denken jullie dat hij terug zijn oude vorm volledig gaat terugvinden? Ik denk dat hij nu echt heel goed op weg zijn. Is er dichtbij dus? Ik denk wel niet dat hij dezelfde speler gaat worden. Ik denk meer dat hij meer teamspeler aan het proberen worden is. Hij is meer teamspeler, dat is mij al opgevallen. En hij gaat meer de duels aan dan vroeger. Ik heb dat vorige week ook gezegd. Als er lange bal kwam, zijn
instelling was altijd, ik neem afstand van de centrale verdediger en ik hoop dat hij er een keer naast zit en dan ben ik ermee weg. Ja. Nu gaat hij effectieve duel aan. Ja. Dus hij is fysiek verbeterd, ook omdat hij wel meer in de gym zit ook, zeggen ze. Ja. Ja, ook de laatste twee matchen was hij gewoon fantastisch. Ik heb hem ook twee keer als man van de match, zowel tegen de Israëlische ploeg en als tegen Genk. Ja, vooral en tegen Brugge was hij ook top, hè? Ja. Ja. Maar hij is ook wel heel goed in uit het duel spelen. Ja. Ja. Veel spelers naar zich lokken en dan krijgt hij andere spelers automatisch vrij. Ja. Dus dat is ook wel even een startpunt natuurlijk. Maar ja. Jij moet kunnen concurreren met Orban. Hè. Als Orban terug begint met... Ze hebben drie heel goede spelers voor twee plaatsen eigenlijk. Hè, dus. Ja. Het spijt is dat ze alle drie nu net... Ja. Allee, Tistu Dali is nu, denk ik, op dit moment... Kuipers is wel geblesseerd, maar op dit moment van de drie de speler meest in vorm. Ja. Ja. Kuipers komt net uit blessure, dus dat valt af te wachten. En Orban heeft goede dingen laten zien tegen Genk. Maar dat valt nog af te wachten dat tegen Cerco gaat zijn. Ik denk dat hij Kuipers en Tissou Dali gaat zetten. Heen. Ik weet het niet. Ik zie het nog gebeuren dat hij start met Orban, gewoon omdat hij tegen Cerco is. En met drie? Oh, is dat echt totaal geen optie? We hebben al te veel gezegd hier. We hebben dat hier al veel aangehaald, maar ik ben daar persoonlijk wel nog een... Geen voorstander van, maar ik zou dat toch wel... Maar ik denk, Heijn zal dat wel ooit getest hebben op training. En het feit dat hij het nog niet gedaan heeft, zal het waarschijnlijk niet. En mijn antwoord blijft, wat met Hong dan? Ik bedoel, Hong, die moet daar staan op die 10 en zo wat, rond de spitsen. Zo wat. En die is veel beter in druk zetten dan Tissou Dali. Ja, dat is wel waar. En dan had het tegen ook wel nodig. Ja. Want in het begin speelde Hong ietsje lager, denk ik, of niet? Want die is gehaald bij Linz, bij LASK. Ja. En bij LASK was dat een 6. Echt? Effectief controlerende middenvelder. Want dacht hij altijd al 8 was eigenlijk. Nee, maar, dat was effectief een 6. En Heijn heeft hem dan hoger geplaatst. Eerst op de 8 en uiteindelijk op de 10. En soms een keer op de linkerflank zelfs. Maar ik heb vorig jaar nog een artikel gelezen. Alleen een interview met Talhammer. Dus de vorige trainer van Cirkel. En die zei van dat hij Hong nog onder zijn hoed heeft gehad bij Linz. En hij zei van als ik wist dat hij mocht verkocht worden bij Linz, had ik hem sowieso naar Cirkel gehaald. Ja. Dat is dus jammer genoeg niet gebeurd. Echt een goede voetballer. Hong is echt een geweldige voetballer. Ja, sowieso. Zo iemand die zo vaak onder de radar blijft, maar eigenlijk als je hem echt op hem focust, dat hij de beste man is bijna. Heel slim ook, hè. Maar hij is ook lang underrated gebleven. Ja. Maar nu dat hij zijn rendement ook een beetje omhoog krijgt, meer goals, meer assisten, wordt hij wel nog meer gewaardeerd. En het toffe aan hem, vind ik, is zo niet de man dat je denkt van die sterke in de duels. Hij houdt niet vaak het duel aan, maar het is zo... Plots is dat voetje daar zo, hup. Ja. En hij is afgepakt en dan... Ja, hij is altijd in beweging of zo, waardoor het heel moeilijk is om een duel aan te gaan of zo. Ja. Want hij altijd wendbaar is en... Ik denk dat elke middenvelder van de tegenstander, als die aan de bal is, dat hij altijd een keer links en rechts moet kijken van, is hier geen kleine Zuid-Koreaan die mij op de hielen zit, want... Ja, inderdaad. Van der Brugge zal moeten uitkijken. Ja, dat is een feit. Ik vind het middenveld van Gent ook gewoon geweldig, met Kums en de Saar als dirigent en Hong als zo die meer zo de onzichtbare, maar toch cruciale speler. Dus, inderdaad. Om over te dromen. Denk je dat Gent een kampioenkandidaat is, titelkandidaat? Ik vind het nog vroeg om dat te zeggen, eigenlijk. Ik sluit ze wel zeker niet uit, maar ik denk dat ze misschien, bijvoorbeeld Sam Waze heeft dan misschien iets te weinig kwaliteit. Dat is dan misschien ook een pijnpunt voor hen. Dat ze langs die rechterkant niet echt superveel kunnen forceren, dat altijd van Kuipers, Orban of Tissou Dali moet komen. Van links aan van Brown of Fofana. Ja. Ik denk nu wel eens, zou het geen optie zijn? Ik bedoel, met Simon hebben ze dat ook gedaan. Ze hebben hem een keer links gezet, ze hebben hem een keer rechts gezet. Om voor Brown links en Fofana rechts. Ja. Zou die dat kunnen? Ik dat dacht daar ook aan. Ja, Fofana is eigenlijk een centrale, is eigenlijk een spits. Ja. Dus het feit dat hij hem op de linker, denk ik dat hij ook rechts kan. Ik denk dat ook. Want hij is bijna perfect tweevoetig, dus... En dat is dat toch? Ja, volgens FIFA inderdaad. Dus je riskeert, denkt hij dan van dat riskeer je dat je echt twee aanvallende backs hebt en dat je de drie centrale verdedigers een beetje aan hun lot overlaat. Hmm. Want Sam Waze is wel iemand die iets sneller gaat terugkeren nog dan Brown, vind ik. En ook dan Fofana. Maar het is bijna winterbreak. Allee, wintermercato. Dus ik denk wel dat we daar wel versterking gaan halen en moeten halen. En ook met een tweede kapitaalinjectie komt er weer veel budget vrij. Het is ook één periode waar ik me echt zorgen om maak. En dat is de periode januari.
Ja, met februari. De Asian Games en Afrika Cup. En Afrika Cup, dat zouden 10 spelers zijn, zeker? Die eventueel zouden kunnen. Eventueel, ja. Maar ik denk sowieso wel van achter Jordan, Orban, als hij wordt geselecteerd, want nu is het wel opnieuw niet geselecteerd. Nourio wel. Tariq. Kandus. Hong. Amai. Hong. Watanabe. Maar Kandus is niet zeker. Kandus... Nourio ook? Nourio. Ja, Nourio is eigenlijk quasi zeker. Ja. Okay. En Angola is ook al geplaatst voor de Afrika Cup. Ja. Okay. Maar Kandus is niet zeker. Kandus. Ja. Watanabe ook niet zeker. Marokko zeker ook. Kandus. Ja. Maar wat ik al weet en wat ik al zo een beetje had opgezocht, is dat we toch wel weer, denk ik, in een interessante Mercato tegemoet gaan, omdat we weer veel kapitaal hebben. En dat er wel veel nodig is. Ik denk ook dat er daar is op gehamerd om nu het team te verbreden. Ik denk dat we de kwaliteitsspelers hebben. En ik denk als we nu kunnen opvullen met wat mindere spelers, die gewoon zo'n keer kunnen roteren, dat wel... Als ik nu nog een transfer zie van AS Trenčín... We halen veel spelers van Trenčín uit Slowakije. Ja, kijk... Meestal geen succes, soms wel. Ja. Simon en Kalou, ja, voilà. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, Simon maar terughalen. Ik denk dat de kans nog vrij groot is dat als Orban zijn vorm nu terugvindt, tot aan de wintermarkt of zo, dat hij dan misschien wel weg is. Ja. Maar ik denk misschien dat ze nu de hok wel willen nemen, omdat ze weten van ja, hij presteert ook niet altijd. Want dat leek een vrolijke jong met veel zelfvertrouwen, maar uiteindelijk op voetbalvlak. Ja, en heeft Gent waarschijnlijk ook wel gezien van het kan altijd wat minder gaan. En hij laat nu toch ook een klein beetje zijn hoofd hangen, heb ik het gevoel. Ja, kan ook fout zijn natuurlijk, maar je hoort ook dat hij op training de ballen niet meer binnenschiet, zoals in het begin en zo. En misschien zit hij daarmee in dat hij geen transfer heeft gehad en wil hij dat nu echt wel de eerste volgende keer? En hij is ook nog jong uiteindelijk. Hij is 21, ja. Voilà. Maar ik denk van ook, moest hij nu plots tegen Cerkel weer 3 keer scoren en hij is daarna weer 3 keer... denk ik dat hij dan inderdaad sneller weggaat, omdat clubs dan wel zien van oké, zijn goede vorm is wel direct een topvorm, dat hij inderdaad wel slechte momenten heeft, maar als hij er is, dat hij wel echt dodelijk is. Okay. Maar ik denk persoonlijk niet dat hij gaat weggaan. Misschien pronostiekjes nu, want ik zie dat wel aan de helft zitten. Aan de helft zitten, ja. Ja, goed, pronostiekjes, Niels. Ja, de pronostieken werken dus, je zegt, voor u zullen we dan zeggen de goalscorers van Cerkel. Dus je zegt bijvoorbeeld 3-1 voor Cerkel. En dan zeg je wie dat 3 keer scoort. Heb je de pronostiek juist, krijg je een iets van normaal een drankje in de Glamco. Maar we zullen nu een keer op café dan trakteren. De Glamco mag ook. Is allemaal ons gelijk. En heb je de goalscorers juist en de pronostiek, dan iets duurders. Misschien zullen we dan zeggen, dan kopen we een ticket voor een Glamco Arena. Of een PlayStation 5. Of een PlayStation 5. Ja, maar zo werkt het dus. Oké. Okay. En moet ik 1 doelpuntenmaker zijn? Of? Dus als je zegt 3-1... Dan moet ik er 4 zijn. Nee. Enkel 2, van Cerkel. Enkel van Cerkel. Okay. Voor ons is het enkel van Gent, maar voor u is het enkel van Cerkel. Ja. Ik ging eerst zeggen 2-2, omdat dat realistisch is. Maar ik ga 2-3 zeggen. Dat is ook realistisch, maar wij winnen wel. Het gaat heel spannend zijn. Dus volgens mij gaat het eerst 1-0 voor Cerkel, dan 1-1, dan 2-1 voor Cerkel, wij 2-2. En dan gaat het een keer het omgekeerde zijn. Wij gaan een keer in de laatste minuut de 2-3 maken. Ik dacht dat ik ging zeggen 2-0 aan de rust achter. En dan, Nee, dat is 3-0 aan de rust achter en 3-4 winnen. Maar dat moet nog een keer gebeuren. Wie gaat er scoren? Kuipers zal terug zijn en gaat er eentje maken. Op penalty. Okay. En dan... Pom. Een keer nadenken. De Saar, mijn afstandsschot. En Watanabe op corner. Oké. Okay. Axel, zeg maar. Ja, ik denk toch dat Cercle uiteindelijk de overwinning over de streep zal trekken. ik hoop het eigenlijk vooral. Ik denk dat er veel kansen gaan zijn, maar dat het toch maar 2-1 gaat worden uiteindelijk. Oké. Okay. En ik verwacht toch wel dat Kevin Denkie een doelpuntje zal maken. Eentje of alle twee? Ik ga zeggen eentje. En de andere? Minda. Oké. Ik denk dat hij een goed plan heeft. Hij heeft lang pauze gehad. Ja, Muzlic ook. Ja. Maar ik ben ook fan van Muzlic. Ja. Meer fan van Hein, omdat hij bij Gent zit natuurlijk. Ik denk dat Hein
tactisch alles op tafel heeft liggen. En ik denk dat we echt 1-3 gaan winnen. Ik denk een goal van Brown. En eentje van Orban als die start. En Fofana. Oké. Ik ga zot doen. Ik ga 17. Here we go again. Vooral in de goalscores. En ja, ook een beetje in de score. 3-4. 4 keer Orban. Ja, als je dat juist hebt. Ja, helemaal terug zijn. Ja. En vraag je, hoeveel buitenspeldoelpunten gaat Orban scoren op Cerkel? Nog 4 ook. Hey, we zeggen wel dat hij niet in vorm is, hij is ook wel zo, maar hij heeft toch ook echt veel pech. Maar ja. Het aantal buitenspeldoelpunten dat hij al gemaakt heeft. Ja, inderdaad. Het is niet meer op 2 handen te tellen om het uur. Allee, ik overdrijf, maar... Dat is jammer. Ach ja, oké. Het volgende, unpopular opinion. Yes. Thibaut, zeg maar. Ik zal hem even voorlezen. Want het was van een van de kijkers, de luisteraars van Instagram. Ik zal ook de naam zeggen. Even zoeken. Ja, het is dus een unpopular opinion van Simon de Meijer. En die zegt, Gent is de meest consistente ploeg over de afgelopen 10 jaar bekeken. Goed. Ik vind de stelling deels waar. Ik denk van op Europees vlak, denk het wel. Omdat, denk, na Club Brugge zijn wij de enige ploeg die dat voor 10 jaar nu al aan een stuk hebben. Of 11 jaar. 10 jaar of 11. Ik weet het niet. Gewoon al lang hebben. Positie, ja, positie behoudt. We zijn meestal altijd 5e of zo. Volgens die 5e plaats. Op dat vlak wel consistent. Maar om nu te zeggen, we gewoon prijzen pakken, ja, nee. Ja, nee, zeker niet qua prijzen pakken. Ja, we... Nee, deels akkoord. Ik vind ons altijd in de stijgende lijn zijn van prestatie. Ik denk dat wij wel langzaamaan echt zo naar de top van België aan het kruipen zijn. Wat bedoel je dan met top? Top 3? Top 3, ja. Vaste top 3. Ik denk ook wel zeker dat het met Baro moet lukken. Ja. Dus ja, ik ga deels akkoord, niet 100%. Ja, ik ga een beetje wel akkoord met u ook. Europees zeker. We halen eigenlijk altijd Europees voetbal. En dan overwinteren ook. Meest consistent, zou ik zeggen. In België, oké, het is niet altijd... dus bijna nooit Champions League, maar... 1 keer maar. Maar wel altijd, bijna altijd toch, overwinteren. In vergelijking met al die Champions League hebben we nog eens horen in de Helmond Arena. Ja, inderdaad. Volgend jaar gaat dat zo zijn. Zou zo mooi zijn. Maar ja, nee, Europees zou ik ook zeggen, ja... In de competitie, minder. Allee, dan zou ik wel zeggen, Club Brugge in de competitie. Ja, een beetje hetzelfde. Consistentie kunnen vanuit verschillende perspectieven zien. Als je ieder jaar voor laatst eindigt of vecht tegen degradatie, dat is ook een soort van consistentie. Ja. Maar op vlak van, gelijk dat je zegt... Succes. Slecht starten, het seizoen slecht starten en dan een inhaalbeweging maken. Daarin zijn we zeker, wel consistent. Daar zijn we consistenten, behalve dit seizoen dan. Ja, ja, ja. Voertuin, dat is niet de bedoeling, je moet slecht starten. Wat doen wij nu? Op vlak van 5e eindigen of we zo net de subtop halen, zijn we ook consistent, Europees ook. Maar ik vind in de prestaties op het veld, op het terrein, zit er te weinig consistentie in. Hm. Als je dan puur naar een match kijkt, we hebben te veel momenten waarin we het dan laten afweten. En dan hebben we plots 10 minuten waarin dat ik denk van, wauw, wat een voetbal, maar kunnen jullie dat nu niet een groter deel van de match brengen? Het is zo te wisselvallig, ook nu nog. We kunnen natuurlijk niet 90 minuten lang domineren. Tuurlijk, maar... Het verschil tussen onze beste momenten in een match en de slechtste momenten in een match zijn vaak nog te groot. Ja, ik snap en ik weet dat ook deels met wat je bedoelt, want dat is ook gewoon vaak. Heeft, de ene wedstrijd heeft Gent 15 kansen en scoort hij er 1 keer. En de andere wedstrijd heeft hij er heeft Gent 4 kansen en scoren ze 3 keer. Ja. Dat is gewoon de voetbal van Gent is inderdaad niet altijd even consistent. Bijvoorbeeld tegen Genk was dat ook zo, dat wij momenten hadden dat we dan... Genk bij de keel grepen en dan bijvoorbeeld de eerste 20 minuten van de match werden wij bij de keel gegrepen. Ja. Maar het is logisch dat je een minder moment hebt en een goed moment hebt, maar het verschil tussen die beiden is te groot. Maar ik denk tegen Genk was het nu wel dat Genk gewoon een goed plan had en dat wij daar een antwoord op moesten verzinnen. En dat kan je niet van de eerste of de tweede minuut doen. Dus denk wel dat dat... Maar ik snap wat je ook wel gewoon bedoelt. Dus. Ik snap ook wel, ik zat net te denken van de beker zijn ook toch meestal goed in. Ja. Daar raken we toch ook meestal ver. Je kunt toch wel zeggen dat Gent een bekerploeg is. Er was een interessante statistiek, maar dat is eigenlijk wel een domme statistiek, maar als je alle matchen optelt die in de beker ooit al geweest zijn, en je maakt daar een
klassement van. Met zo, als je wint 3 punten, gelijk één met Gent los op kop. Maar echt zo 10 à 20 punten los op de tweede. Ja, dat bewijst dat we constant zijn in de beker. Maar niet zo vaak de finale halen. Vaak zo kwartfinale, halve finale. We hebben toch 2 keer sinds, was het 2018 verloren zeker? En dan 2021 gewonnen? Tegen Mechelen verloren. Ja. Zwijg erover, daar praten we niet meer over. Nee, het was 2019, denk ik, dat we verloren hebben. Ja. Ja. Dan nu een keer iemand van buiten Gent, wat denk jij? Is Gent de meest consistente ploeg? Ja, in België denk ik toch wel dat Club Brugge en Antwerpen het meest consistent zijn de afgelopen 10 jaar. En dan vooral Club Brugge, want ja, die hebben natuurlijk ook spelers gehad dat Gent niet heeft. Ik vind Kums een heel leuke speler, de Saar ook. Maar over de jaren heen heeft Club altijd al een heel mooie spelerskern gehad, maar ook voor internationals. En dan denk ik aan Noah Lang, De Ketelaere, Van Aken, Mignolet. Dat zijn spelers die er ook voor zorgen dat je team consistent is. Dus ik denk wel met de middelen dat Gent het doet, als je dat in vergelijking zet met de consistentie, ja, dat Gent dan het wel beter doet dan alle andere teams. Ja. Want ze hebben ook ietsje minder budget. Maar inderdaad spelen ze wel elk jaar ook Europees. Of toch bijna elk jaar. En dat vind ik wel sterk in principe. Dat heeft er wel inderdaad een vorm van consistentie. Ja. Oké, goed. Volgende onderwerpje. Dat was Dilemma. Yes. Ik weet niet wie dat het Dilemma had voorbereid. Het was eigenlijk de andere Cedric die dat... of eerst Jentel en dan heeft de andere Cedric daar zo'n beetje op voortgebouwd. En dat was... en ik heb het ook nog een beetje veranderd om het nog iets meer spicy te maken. Spicy. En dat is dus... Ofwel, heb je dus liever dat Gent de dubbel pakt of de Conference League wint in de finale tegen Club Brugge? Dus dat betekent als we de dubbel niet pakken, dat we de Conference League finale verliezen tegen Club Brugge? Wat bedoel je? Als stel we kiezen voor de dubbel, dan verliezen wij de Conference League finale tegen Club Brugge. Ah nee, niet per se. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon elk apart gezien. Dat is makkelijk. Ik bedoel gewoon elk apart gezien. Wil ofwel de dubbel pakken en in de Conference League, I don't know, in de achtste kwartfinale eruit of zo. Ofwel de Conference League winnen in de finale tegen Brugge en in de competitie gewoon derde of zo eindigen. Ik denk, moest het nu zijn van, of we worden niet kampioen en we winnen niet de beker, maar we winnen wel de Conference League finale tegen Club Brugge. Ja. Of we worden kampioen, we winnen de beker en we verliezen de Conference League finale tegen Club Brugge, dat moeilijker zou zijn. Dan zou ik echt even twijfel hebben. Maar ik denk gewoon omdat los van elkaar staat, dat ik zou zeggen kampioen en de beker. Ja, oké. Okay. Ja. Dan hebben we nooit tegen Club Brugge gespeeld tegen de Conference League, dus dat boeit het mij niet. Ik zou denk ik toch wel Conference League pakken. Het zou zo, mooi zijn. Stel je dat eens voor. Je zei, supporter, gaat mee op reis naar Kunjuar, Istanbul of zo, naar de finale. En Club Brugge supporters gaan er ook naartoe. En dan zit in dat stadion, je wint ervan. Maar ja, als je kampioen speelt en wint de beker, dan weet je niet. Dan is dat nooit gebeurd. Dus dan heb je die gedachte. Is dat nooit gebeurd, maar dat is toch iets dat je mist dan? Ja, nee. Dat is iets fucking cool dat je mist dan. Nee, want jaar daarna spelen we dan Champions League dus. Dan winnen we de Champions League zeker. Tegen Club Brugge. Ja, dat is wel waar. Als je de Conference League wint, zit je in Europa League. En als je kampioen wordt, zit je wel in Champions League. Dus. Ja. Maar, ik denk, ik ga gewoon kampioen. En ook gewoon omdat we nog maar 1 keer kampioen hebben gespeeld, dat we gewoon... Ja, gewoon kampioen en de beker. Maar we hebben nog nooit een Europese competitie gewonnen en bijna geen enkele Belgische ploeg, denk ik. Ja, dat is het maar zo. Anderlecht ooit of Mechelen? Anderlecht, Mechelen. Ja. Beveren? Of zijn die verloren Beveren in de finale? Niet, denk ik. Ik weet dat ze wel ooit de finale is, met Liverpool, denk ik. Ja, dat zou gewoon echt wel uniek zijn in België gewoon. Ja. Maar op zich, de dubbel, die naam alleen al vind ik wel heel mooi. Ja, dat is waar. Niels, wat zou jij kiezen? Ik maak een onderscheid tussen mijn hoofd en mijn hart, eigenlijk. Mijn hoofd zegt de dubbel. Ja. Ook omdat je Champions League haalt, dat is gewoon traditioneel. Maar dan, mijn hart zou echt bloeden als wij die finale zouden verliezen van Brugge. En dat je dan 10 jaar aan een stuk moet horen van die Brugge-supporters. Het staat los van elkaar. De Belgische ploeg die Europees nog een prijs heeft gepakt. En dan gaat het dat zo 10 jaar... Op zich staat het los van elkaar, maar ik vind gewoon... Dat is zo'n leuke ervaring die je dan Maar moest het inderdaad, gelijk wat Niels nu zegt, moest het echt vaststaan dat als we de beker winnen en de kampioen spelen, maar we verliezen wel de kom, dan lukt dat. Ik kan daar niet tussen kiezen, want ik gun Club Brugge gewoon niks. Volgens mij gaat er ook veel meer aandacht gaan binnen België naar Club Brugge dan, als Club Brugge de Conference League zou winnen, dan als Gent het dubbel zou pakken in hetzelfde jaar. Nee. Zeker internationaal gaat er meer aandacht gaan naar Club Brugge. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ook... Ik wil nog een keer zo'n kolkende korenmarkt hebben. En zo. Ze doen dat nu ook al. Als je
wint van Brugge, is direct van Boonie, we hebben meer prijzen. En altijd datzelfde argument als dat nog een keer die Conference League heb bijkomen. Dus wat is het dan? Hey, maar pas op, en nu spelen ze wel Conference League. Een paar jaar geleden dat toen was het van, ja, jullie spelen maar de Conference League. En nu is het, wij spelen wel Conference League. Ja, nee. Dan... Oké, Conference League winnen tegen Brugge en tweede eindigen en dan via de voorrondes in de Champions League komen. Voilà. Voilà. Mooi gezegd. Ja, Axel, heb jij er in de... Ik zal het toepassen bij Cercle dan. Ja, zoals ik zei, de dubbel klinkt, klinkt wel mooier, vind ik. Als je ook kijkt naar Antwerpen vorig jaar, hoe groot dat de ontlading was, als zij de dubbel wonnen. Ik vind ook persoonlijk, de Conference League staat niet zo heel hoog aangeschreven bij mij of zo. Ik weet het niet waarom, Europa League finale zou ik wel kijken met heel veel hoesting, maar de Conference League... Dat weer een heel stuk minder. Ja. Omdat daar ook veel ploegen in spelen. Zoals de Cypriotische ploegen, waar we het al over gehad hebben voor deze podcast van Magusta en zo. En ja, dat is toch. Dat spreekt toch niet echt tot de verbeelding, ik ga het zo zijn. En dan vind ik op de Heizel de beker winnen bijvoorbeeld. En dan nog een keer play-off 1 winnen, dat vind ik wel. Dat zou eigenlijk wel heel sterk zijn. Misschien zelfs nog sterker dan de Conference League winnen. Ja. Want vorig jaar tegen West Ham. Het kon wel, jullie konden wel doorgaan. We waren 3 helften beter in 1 helft. Allee, ik had het gevoel dat Gent daar echt wel West Ham over de knie kon leggen. Maar. Aan de rust van de laatste wedstrijd stonden we voor in de volledige stand. Dus, nee, dat was gelijk. Ja, het was gelijk. Ah, sorry. Ja, het was gelijk. Okay. Maar het was mijn tweede helft dat volledig alles instorten. Maar ik heb wel, dat ik misschien een beetje moet tegenspreken, ik vind wel zo de Conference League finale, zijn die fans altijd wel meer vuriger dan... Omdat dat meestal zo... ploegen uit de Balkan zijn of Italië, was vorig jaar Fiorentina West Ham, die supporters van Fiorentina vind ik wel echt gek. En dat zijn meestal in de Conference League zijn gewoon die fans meer. Het is gewoon ook internationale status dat je dan meer hebt als je Conference League wint, dan ga je, dat is toch wel ook voordelig voor je community, voor je ploeg zelf, je bekendheid. Wat is de pot eigenlijk als je de Conference League... Ik vroeg me dat ook af, wat zo financieel... Als je Champions League begint, krijg je al 20 miljoen, dus ja... Ja, financieel zou het dan misschien beter zijn om de dubbel te pakken, omdat je Champions League pakken. En je wint de competitie. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat op zich of met de competitie... Champions League levert heel veel geld op. Want dan per wedstrijd dat je wint of gelijk speelt, krijg je nog een keer een bonus. Maar natuurlijk, in de Conference League win je ook geld met matchen te winnen en die competitie maar te winnen. Ja, niet zoveel. Ik denk dat bij Gent een miljoen was of zo, dat we extra kregen voor een ronde daarna. Ja, maar snap je, dat loopt op. Ik denk dat toen we de halve finale, dat we 8 miljoen hebben gekregen toen we naar de halve gingen. Terwijl als je in de Champions League... Dat het moeilijker is om naar de halve finale te gaan. Ik denk dat je daar echt al bijna 50... Dus om halve finale te halen, krijg je 8 miljoen. Ik denk dat we... ik weet niet als Niels het aan het opzoeken is. Dat is wel iets anders aan het klaren. Ik denk dat Gent 8 miljoen heeft ontvangen omdat wij de halve finale bereikten. Van de als je dan nog een keer de finale bereikt, zal het nog veel meer zijn. En dan de finale wint. Ja. 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 Ik weet het niet van buiten, maar ik kies Conference League, Niels ook. En jullie kiezen dubbel. Ja, dat wel. Goed, dan gaan we naar het volgende. Voor de glorie. Dan hebben we de quiz, Niels. De quiz, ja. Niels heeft een quiz voorbereid. We hebben 3 vragen. 1 vraag voor de kijkers. En 2 voor hier. Ja. Ik zal eerst, moet ik al een keer de vraag voor de kijkers stellen eerst? Gewoon een keer zeggen en dan... Ja, doe maar. En we mogen er niet op antwoorden. Hij is de huidige doelman van Ludo Goretz en ex-kapitein van FC Groningen. En hij is eigenlijk doorgebroken, is wel een groot woord, maar hij is hier doorgebroken als doelman bij K-agent. En daarmee heb ik eigenlijk al veel gezegd. Ja. Ik denk dat we het allemaal weten, maar we gaan het dus niet zeggen hier. Ja. De kijkers, als jullie het weten, mogen jullie het zeggen in de reacties op Spotify of op YouTube of waar dat je ook luistert. Dus we wachten er met veel plezier op. De volgende 2. De eerste... is eentje voor onze cirkelkenner. Spannend. Hij was een vaste kracht bij KA Gent op het middenveld tussen 2009 en 2012. Daarna ging hij over naar Cercle Brugge, waar hij zijn carrière afsloot. Ik heb dan nog een tip, maar ik ga er even mee wachten. Renato Neto. Sorry. Het is omgekeerd, hè? Ja, het is omgekeerd. Ja. Bij Cercle afgesloten. Ja. Ja, het was ook vroeger dan Neto. Ik weet het. Tim Smolders. Ja, juist. Okay. Ik zou hem niet weten hebben. Ja. Dat is niet van mijn... Als ik was het niet iets te snel met mijn eerste antwoord. Als ze het niet wist, denk ik nog als tip zeggen. Momenteel is het T2 bij Schalke 04. Ja. Dan heb ik het wel geweten. Dus dat was de eerste. En dan de tweede. Daar ga je voor Cedric zijn, denk ik. Oei, druk op mij. Maar
Hij is een Togolees. Aanvaller geweest tussen 2006 en 2009 bij Gent. En hij dreigde. Ik was 4 jaar, hè, dan. Maar in 2009 zat hij er nog. En dat was bij mij toch een naam die ik het snelst kende. En hij dreigde op het einde van zijn periode bij Gent naar de TAS te stappen, omdat hij naar eigen zeggen niet werd betaald tijdens een langdurige blessure. Uiteindelijk gewoon uit elkaar naar Charleroi getrokken. Het is een Togolees. Oh, ik zou het niet weten, jong. Ik denk dat van voor de tijd is dat ik aan het volgen. Ja. Ik ben aan het denken van welke namen springen mij in mijn hoofd als ik 7 jaar was. Zijn voornaam begint met een A. Zijn voornaam met een A? Ja. Een spits. Is Alganassi? Aanvaller, ja. Alganassi? Spits ook, meestal. Nee. Nee, dat is geen... Dat is geen A, hè. Alganassi. Ah, ja. Nee, de voornaam. De voornaam is met een A. En het is ook Alganassi, niet Alganassi. Ah ja, het is Alganassi inderdaad. Heeft nog een tip. Of een letter. Nadenken. De eerste letter van zijn achternaam is een O. Dus het is iets met A en dan O. Ja. Goh. En heeft hij veel en lang gespeeld bij Charleroi dan, of...? Ik denk dat zijn bekendste periode bij Gent was. Hij is een keer 5e in de topschutterstand gegaan, een keer een hat-trick tegen Lierse. Echt geen idee, 1-4. Ik was veel te jong. Ik herinner me er echt. Ik ga het echt niet weten. Niet dus veel van. Nog een tip? Het is een... Ah ja, zijn voornaam is... Allee, nu is het toch wel echt makkelijk. Zijn voornaam is Adekamni. Oh nee. Ik weet het echt Zelfs niet. Zelfs dan weet ik het niet. Nee. Allee. Ik, Adekamni Olufade. Ik weet niet hoe dat hij op je 7 jaar zo'n naam had, maar ik wist ik dat niet meer. Olufade. Olufade ken ik van naam vaag, maar niet... Dat was gewoon, als ik als kind naar Gent keek, was niet een beste of zo, maar dat was wel zo'n naam. Zo'n imposante speler ook, waar hij zo van onder de indruk was. Ja, en ook gewoon de naam alleen al. Olufade, ja. Aanvallen van Gent, dat waren ook zo nog wat meer middenmotor. Ja. Dus dat was dan wel zo. Ik denk dat veel kijkers en luisteraars die ook wel zullen kennen. Dus, ja. Ja. Ik wil 7 jaar, zo is ik al helemaal niet meer. Oké, maar dus nog een keer herhalen voor de luisteraars. Van de, gewoon alle vragen. Nee. Gewoon de vraag voor de luisteraars. Die keeper. Dus hij is momenteel doelman bij Ludogorets. Hij is kapitein geweest van FC Groningen. En hij is hier doorgebroken. Allee, hier toch zijn eerste basisplaatsen in het profvoetbal gehad. Dus als je het weet, shoot. Ja. Ik heb nog een belangrijke aankondiging. Dus dat niet dit weekend zijn, dat gaat het weekend, dat gaat in de loop van de week zijn, is eindelijk de Discord-server klaar. Hij is klaar. Ja, we zijn gewoon nog aan het wachten tot de volgende aflevering waarschijnlijk. Ergens in die week, wanneer dat we niks launchen, gaan we de Discord-server officieel openen voor het open publiek. Okay. En dan kunnen jullie chatten met elkaar, met ons ideeën droppen, boos zijn. FIFA spelen ook. FIFA spelen. Ja. Kijk, Niels, jij moet er nog in komen. Ja, ik er nog in komen. Wie zit er nog? Jonas zit er nog niet in. Ja. Maar Jonas gebruikt dat sowieso niet vaak. Die had, ja, en die had ik denk dat we dan... mocht jij erin komen. Dat is vooral dank voor FIFA-loos. Als jij daarin wil komen, mocht jij als ik er zin heb om FIFA te spelen of zo, dan mocht dat altijd komen. Nou, eerst moeten we zijn PS5 kopen als ze zijn pronostiek juist heeft. Ah, juist. Ik ga ze mijn adres hier achterlaten. Ja. Oké, ik denk dat we... alles hebben gehad, want er is geen Europees voetbal. Er is, er is maar één wedstrijd. Het is kort geweest, want het was interlandbreak. Yes. Inderdaad. We hebben het nog lang gerokken. Voor... lang gerokken. Het voelt niet als een rijke naam, vind ik. Ja. 50-tal minuten. Goed. Ja. Ja. Oké, goed. Merci Niels. Merci Axel om te komen. Dank u wel dat ik hier mocht komen. Graag gedaan. Cedric ook merci. En dan zijn we volgende week terug met een nieuwe aflevering van Blue White Breakdown. En we gaan geen liedje meer zingen? Of, Nee, ik weet niet. Hij mag maar een liedje beginnen. Een liedje zingen. Axel mag een liedje van Cirkel zingen. Oh, nee, dank je. Nee, kijk, we weten de reden. Oké, goed. Cirkel is de ploeg van stad. 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 Tot de volgende. Salutjes.